Ik ben Annette de Rozen. Ik ben 36 jaar. In mijn specialiteiten zijn verspringen en de 100 meter en ook de 200 meter. Ik heb een beenprothese, dus mijn been is geamputeerd, mijn rechterbeen. Dat betekent dat ik eigenlijk de helft van de knie nog heb, dus ik kan hem niet meer zelf buigen. Ik hoor bij de bovenbeenprotheses, want in de Paralympische sport heb je twee klassen. Of je hebt je eigen kniefunctie nog of niet, dus ik heb hem niet meer. Ik denk dat er een combinatie van dingen misging in Peking. Een slechte start, dat is sowieso mijn zwakke punt. Ik had net een andere prothese die toch net even anders liep. En door een blessure aan mijn voet had ik die maanden daarvoor niet genoeg zeg maar, kunnen inlopen op dat ding. Genoeg kunnen wennen eraan. Dus ik was ook, als ik die beelden terugzie, zie ik ook een heel lelijk ritme. Veel minder zoals je normaal dun, 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 een evenredig ritme hebt als het te dun, te dun, te dun. Dat ging mis. Spanning, ik had heel erg last van spanning. Ik had echt slappe benen, heb ik altijd wel heel erg last van. Maar het was nu extremer dan ik ooit had gehad. Op zich wel logisch, dat was ook de grootste wedstrijd ooit. Dus ja, ik kan niet één ding de schuld geven. Ik hoop sowieso natuurlijk dat het heel goed gaat. Ik ben hard in training en in Peking had ik twee keer zilver. En vooral op de 100 meter had dat toen al eigenlijk goud moeten zijn. Dus het was eigenlijk best wel een teleurstelling. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat ik goud kan halen in Londen. Maar ja, ik ben nu nog volop in training en ik ben nog niet op mijn niveau terug nu op dit moment. Dus ja, verwachtingen is altijd lastig. Ik kan alleen maar zeggen wat ik hoop en ja, waar ik heel hard mijn best voor doe. Ja. Annette die heeft vorig jaar een kind gekregen. Een hele Olympische prestatie op zich al. Maar daarna was het wel goed verslapt en had ze allerlei dingetjes als gevolg daarvan. En de restklachtjes konden in november pas beginnen. Ze zijn de kracht begonnen. De kracht is helemaal in orde. De power is in orde. De loopkracht is in orde. Pure snelheid, daar zijn we nu mee bezig. Dat ontbreekt nu heel duidelijk en daar zijn we nu deze avond ook mee bezig om dat op te bouwen. En ook in een serie van wedstrijden om vorm te bouwen. Dus dat is nu duidelijk het aandachtspunt waar we aan werken. Vaker vragen mensen, ga je nog door naar Rio? Maar dat weet ik nog niet. Ik ben nu echt op Londen gefocust. Ik heb onbetaald verlof genomen van mijn werk bij RTV Utrecht. En ja, dat kan tijdelijk, dat kan ook niet altijd. En op een gegeven moment wil je ook je maatschappelijke carrière weer een beetje wat meer van de grond krijgen.